Zo, dames en heren, goede avond bij Dutch Race Events. Ja, weer een beetje Engels-Amerikaanse accent, maar we zitten dus ook in Amerika. Amerika, alweer, hè? Amerika. En dan, hoe ging je ook alweer? Amerika is een land. Huh? Watkins Glen. Watkins Glen, ja. Watkins Glen. Dus goedenavond iedereen. Dennis Sala, welkom in de stream. Ja, zeker. We gaan er weer, laat ik het zo zeggen. We gaan er een leuke stream van maken. Wilt u een hele technische stream, dan moet je even bij iemand anders gaan kijken. Maar we doen ons best. Of ja, jij bent wel een beetje de technische, hè? Ja, jij bent wel een beetje de allerkalf, hè? Nou, vergelijk me alsjeblieft niet met hem, maar... Die man die... Dat is een gevoelige snaar. Ja. Ja, het wordt een hele zware rit. En aflevering 2. Het wordt een hele zware rit. Ja, het wordt een nog zwaarder rit. Nou, hier niet, want hier hebben we geen zand. Maar als mensen denken, waar hebben ze het in godsnaam over? We hebben het dus over alles kalf. Dus het is wel een hartstikke aardige man, denk ik. Maar zijn presentatieniveau ligt een beetje laag. Heb ik het idee. Wat zeg je? Jazeker. Eventjes kijken. Ik kan nog eventjes snel de startopstelling... kenbaar maken. Ja, graag. Ik heb geen... Ja, ik heb alleen één tijd heb ik. Dat is de snelste tijd van Leentje. 1:43.385. Met de Lexus. Het moet heel snel zijn, want Scott die houdt niet van wachten. Hij zegt iedereen de baan op. Podcast, Samma, Franske, Mr. Scott, dubbeltjes, BMOX... En dan hebben we daar achteraan Kliek en Race Frankie. Racetrack Frankie. Laten we hopen dat Racetrack Frankie vandaag meer succes heeft als de vorige race. Was dramatisch, maar hij heeft de pace absoluut. Tegenwoordig is hij echt flink aan het gas geven. Maar soms dan... je moet geluk hebben. Hè? Je moet, en dat is trouwens in deze race sowieso. Hè? Je moet gewoon, het geluk moet van alle kanten mee zitten. Wil je Brekkendeer? Gaat Brekkendeer meedoen? Ik ben heel eventjes weg. Ik ben zo terug. Dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou wel heel lachen zijn. Die hebben we al een heel tijdje niet gezien. Ik hoop dat Scotty hem ziet en... Ik hoop dat de bedoeling is dat Brekkendeer meedoet. Brekkendeer, oude welbekende. En gaf laatst aan dat hij weer lekker mee ging reden. Oh, hij is al weg. Dus die doet niet mee. Maar waar moet ik mijn geld op zetten vanavond? Als we ook het hebben. Ik denk toch dat we... We gaan van start. We gaan van start. Dennis is er niet bij, maar dat maakt niet uit. Dat komt helemaal goed. Ik ga niet zo. Ik wel. Ja, dat wil ik zien. We gaan van start. En we zijn voor 34 rondes. Gaan we onderweg. Andersom. Kijken wie een goede start heeft. En ik zie dat de Shades gewoon meteen voorbij is. De Mercedes AMG komt ook langs zij. Aan Leentje die heel zwaar gevochten P1 had. Maar nu afgeeft aan Badgast en Shades. Daar komt de nieuweling Frankie uit Friesland. Frankie. En daarachter zit nog een Frankie. Die op de vijfde plaats zit. Samba zit daar met Beetle op de zesde positie. We gaan de eerste dodelijke chicane in. Hallo. Oh, ja. Jazeker, BMOX is teruggezakt naar de achterste plek. Ik heb het vanaf het begin toch kunnen zien.
hoe het veld als je start. En achteraan zijn er al een paar kleine verschuivingen. Momenteel rijdt BMO X achteraan. BMO X, die had de snelste tijd, toch? Niet de snelste tijd, maar nee. Heel slecht voor. Ja. Hey, we zien een nieuwe Lamborghini. Dat vind ik wel heel gaaf. Die zijn sporadisch. Die zijn bijna uitgestorven op de baan. Maar gelukkig brengt Frankie met zijn eerste race bij Dutch Race Events dat gevoel terug met de Lamborghini. En gaat meteen aan de zijkant bij Leentje voorbij. Naar de derde positie. Heel goed. Hele gave bak is dat, die Lamborghini. Even kijken hoe het achterin gaat. Racer Frankie zit... Die is dan aan de laatste positie gekomen, hè? Oh, daar gaat de bultjes. De bultjes. De bultjes maakt een fout en staat achter tevoren, maar krijgt zijn achteruit niet gevonden. Dat en... is hier volgens mij. Even kijken welke bocht er is. Ja, aanval van Badgas. In ronde 1, nee. Nee. Hij, bocht 1 is een ontzettend verraderlijke bocht. Ik denk zelfs dat Badgas daar een 0,5 seconden straf opgelopen heeft, als ik het zo mag zien. Eventjes een gok naar de track limits. Maar die zitten wel heel dicht bij elkaar, dus daar gaan we nog wel vuurwerk van zien. Frankie is weggereden bij Leentje. Weggereden... Oh, ik zie de tijden niet. Op een halve seconde achterstand op Franske. Franske in het Friesla. Even kijken, daar is Samba die achter op de Chevrolet Corvette van Racetrack Funky komt nu. Scotty hier, smooth operator. Dus daar gaan we nog wat van zien. En daar hebben we Clico. Ja, helaas, Iron Clico. Hij heeft al 15 namen gehad hier bij DRE in de korte tijd dat hij al bij ons rijdt. Maar we zoeken nog wel de goede combinatie. En daar is de Serge met de BMX O22. Snelste ronde, snelste sector voor BMXO met de Astron. Sorry John. Aston Martin. Mag ik niet zeggen, Astron. Astron is een... Astron. Aston Martin. De bultjes heeft een probleem. Dat probleem is 18 seconden op BMO X2. Die heeft heel veel geleden van die spin. BMO 22X. Als het geen aanrijding is geweest, dat hebben we net gemist natuurlijk. Ja, volgens mij niet. Ik zag hem, met de achterkant weg. Hé, hey, Valentijn. Ik mis Valentijn. Die zou er eigenlijk ook bij zijn. Maar die zien we niet hier op het toneel verschijnen. Nee, hij inderdaad. Vroeg... Ja... Dat is apart. Maar goed. Kliek. Ironiek. Zit bij Scott in de buurt. De gele lampen van Scott. Ja, het is een verraderlijke chicane, Dennis. Jazeker. Het is een gevaarlijk dingetje waar jij je lekker op kunt galopperen. Maar je kunt er ook heel veel snelheid op winnen. Als je mee maar weet, dan... Dan kan je wel eens een halve seconde winnen op je voor- of achterliggen natuurlijk. Ik heb, dat lukt mij in ieder geval wel tijdens de race van de groep 4. Ja, die komt nou wel heel dicht bij Scott. Ja, dan komt hij aan de binnenkant. Aan de binnenkant bij de bocht 1. Kan hij hem uitremmen? Nee, hij kiest ervoor om nog eventjes te wachten. En dat is de juiste keuze naar mijn inziens. In deze bocht kun je het beter proberen. Oh, gele vlag situatie. Wie is dat? Yellow flag. Daar staat er eentje stil. Achterstevoren. Oh, dat is Badgas, jongen. Badgas staat helemaal achterstevoren. Weet niet wat er gebeurd is. Nee. Hey, van P2 naar P9. Eens kijken wat hij nog voor elkaar kan boksen. Ik heb het niet kunnen zien wat er precies gebeurd is. Ik ook niet, maar ik ga eventjes terug hier naar het gevecht op P7. Is wel leuk. Al moest ik zeggen, vooraan
zat net een serieuze battle van de eerste drie. En daar zat Badgas natuurlijk tussen. Dus ik weet niet wat daar gebeurt. Dus heeft Badgas een aanval gedaan op P1? Of is juist P3 een aanval geweest bij Badgas? Of gewoon zelf vergalopeerd? Dat is natuurlijk een dingetje wat we niet weten. Nou, dat lijkt mij sterk. Want Badgas zat net heel dicht achter op Shadus. En Shadus. En dan zou Frankie wel een heel harde pace hebben. Of ja, harde pace, een snelle pace. Harde pace, dat is niet zo fijn. Maar en die loopt heel langzaam toch wel in op P1. Oh, dan heeft oh, de gat! Er waren twee compleet verkeerde. Oh, dat was dus de verkeerde lijn van Racetrack Frankie. Ik dacht, oh, daar gaat iemand de verkeerde. Racetrack Frankie, die komt nu Serge tegen. Ja, die krijgt zijn straf, maar die pakte helemaal de buitenste lijn en kon hem niet meer terugkrijgen op de plek waar dat hij hoort te zijn. En dat is dan de ideale lijn. Die, maar ja, het is ook een zware naald, hoor. Die Chevrolet. Ja, een flinke boot, hè. Moet je een vaarbewijs voor hebben. Jazeker. Groot vaarbewijs. Ja. Vrachtwagenrijwijs, het Racetrack Frankie ook gehaald. Die loopt toch wel in op de nummer 8. Dus die kan nog wel misschien wat stappen gaan maken, zou leuk zijn. Mooi zijn voor de race, laat ik het zo zeggen. Dus, BMX die inmiddels toch wel aansluit bij Race Frankie. Ja. De boot, de big boat. Hé, hey, iets heel technisch, Dennis. Daarvoor zie ik Kliek en Scott. Nee, daar gaan die zet net niet door. Ja, iets heel technisch, ja. Dan gooi je hem erin. Zo, daar wordt die, hoe heet het? Daar wordt die chicane wel heel hard aangesneden. Kun jij zien, als jij in het startmenu bent, hoe de pk's verdeling zijn. Hoeveel pk's dat die auto's hebben. Ik zie dat. Weet je hoe dat werkt of niet? Nee, eigenlijk niet zo. Oh. Nou, ik ga dat niet helemaal uitleggen, maar als je het niet weet, dan maakt dat niet uit. Maar je kunt op een of andere manier kun je ledenlijst zien en dan kun je alle auto's het gewicht en zo bekijken. Dan moet je heel eventjes checken. Ja, ik zeg dat klopt. Ik weet dat het kan, maar ik ben momenteel daar en ik weet niet hoe. En dat gaat ook voornamelijk over de PP volgens mij. Maar er staat Bob op hier. Ik zeg niks, hè. Ik bedoel, moet maar even checken. Maar even kijken, we zien dat Franske. Ja, het moet er eventjes ingebrand worden bij mij, hè. Nee, je moet niet Frank zeggen, Frans. Franske, jij zegt Want ik vergeet Franske. Die S gewoon weer, hè. Ja. Hier is Leentje, die komt wel goed naar voren. Even kijken, waar is... die zit in de derde sector. Zeg ik dat goed? Nee, tweede sector zit hij. Eén duinigste verschil van de snelste ronde die op Franske zijn naam staat. En dat is 1.44.759. Niet uit het hoofd, ik lees hem gewoon op aan de linkerkant, dus kunnen jullie ook zien. En de Beetle, daar is Samba, heel net vierde plaats. En weet je wat het is, dames en heren? Deze baan, langzaam gaat de zon zien zakken in de zee. Nou, de zee zien we hier niet. Maar de baan was koud, hè. En dan krijgen de auto's minder grip, dus het wordt steeds moeilijker. De strategie, ja, die vergeten wij altijd. Maar die hoort toch wel echt bij de race van vanavond. En die gaan we dan eens eventjes uitfrutselen. Hoe? Hoe? Zeg het dan. Hoe? Ja, nou ja, kijk, bij de groep 4 weten wij wel hoe het ongeveer ging. Wat de beste strategie was, dat was soft, medium. Of andersom. Dat maakt niet uit. Nee, daarom is
Het is een kat-en-muisspelletje natuurlijk. Dan ben je snel in het begin of juist op het eind. Dat is, kijk, Shade bijvoorbeeld vooraan, die rijdt op de mediumband. En Franske die zit erachter met de zachte band. Ja, juist, juist. En Leentje die rijdt ook op de medium. En Samba die momenteel een halve seconde penalty heeft, rijdt ook op medium. En Shades rijdt hij medium? Ja. En Franske? Die rijdt op soft, dat zeg ik. Ja, dat is dus het verschil. Dat is het verschil. Shades zit voorbij en Franske. We hebben dat niet gezien in beeld. Maar ik zag het aan de linkerkant, zag ik het gebeuren. Franske zit wijd buiten de baan. Buiten de baan, die zal nu 5,5 seconden start krijgen. Heeft dat te maken met die softbanden? Zouden die bij de GT3-klasse zo hard slijten dat die nu al last van krijgen? Ze zijn al behoorlijk versleten, ja, dat klopt. Ja, gaat nu dus zeg maar boekdelen, weet ik het wat. Maar, schimmel, geetje. En ik zie maar één persoon met de zachte band, dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal of dat misschien de... Nee, maar hij kwam vrij snel naar voren toe met de Lambo. Ja, maar het zou kunnen de Lambo natuurlijk hard als een band wegvreten als een BMW of een Corvette natuurlijk, ja, dat weet je niet. Maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal, dus helaas. Nee, dat snap ik, maar zijn ze voor de helft al versneeld of eroverheen? De helft, de achter is al over de helft. Oké, okay. Ja, hij gaat nu naar binnen. En ik denk dat hij ook... Oh, ik zie hem helemaal niet meer. Oh, ja, ik zie hem wel. Maar ik denk dat hij een pitstraf heeft, want volgens mij klapt hij hem daar vol over die lijn heen. En dan moeten mensen eventjes goed in de oren knopen dat ook de ingaande lijn van de pitstraat een straf van 3 seconden oplevert. Franske? Ja, als je geoefend hebt, dan zul je dat heus wel een keer meegemaakt hebben, denk ik. Dus, of ik heb er helemaal naast gezeten, maar ik zag het... Ik zag hem eigenlijk net de pitstraat niet inschieten. Ik zag hem pakken. Inderdaad, en dat is zuur. Ik heb 9 seconden gehad vorige race. Dus het is helemaal geen schand. Maar het is... dat is de bultjes. Die is teruggekomen. Nee, die is helemaal niet teruggekomen. Maar die komt hij nou tegen. Omdat hij dus de pitstraat heeft gehad. En die zal hem dadelijk voorbij gaan. Die is wel teruggekomen ten opzichte van Ray Frankie. Die pak ik dan maar eventjes, die is ook nog niet gestopt. Er zit momenteel een gat tussen van ongeveer een seconde op 15, wat toch wel serieus bijna 20 was. Dus, nou, dan heeft hij toch een goede pace te pakken. Badgas naar P6 ondertussen. Ja, Badgas die kan sowieso altijd een sterke pace rijden. En nog zuinig ook, hè? Dat kan hij ook nog, hè? Ja, die kan, dat hebben we gezien, die kan goed sparen en zeker laat in de race nog een paar genadeklappen uitdelen. Degene die nou dreigt een klap uit te gaan delen is Leentje. Ja, tegen de muur, zag ik. Juist, maar, die hit the wall, bad luck. He hit the wall. He hit the pace car. Pace car? We hebben hier geen pace car. Oh, Shades gaat daar wijd. Pakt hij 0,5. Pak die 0,5. Want, als hij dat is, dan is hij zijn eerste positie kwijt. Maar volgens mij net niet. Ja, want dat hebben wij nog niet verteld aan de dames en heren, jongens en meisjes, kinderen en peuters en kleuters thuis. Ja, trouwens, die liggen al op bed. Maar, die zijn wel thuis, dus dat geeft niks. Nee. De burnzoon hier, die is verraderlijk. Want dat, als je daar... ik heb daar 4,5 seconden straf gehad. Nou, dat is... Dan zet hem maar gerust op de handrem, want anders rolt hij gewoon achter. Want de burnzone is omhoog en dat kost zo ontzettend veel seconden. Het zou mij niet verbazen als je 4 seconden verliest met een seconde straf. Dus Samba, die gaat goed met de Beetle. Mooie gele lamp aan de onderkant en wit aan de bovenkant. Ja, ik heb het idee mooi, dat... Christelijk met de bandjes ook, wat dat betreft. Dus, Ja, ik heb het idee dat Frisson DRE ontdekt heeft. Want er komen steeds meer Friese mensen bij ons binnen.
Daar zijn wij super blij mee. Dus dat vind ik wel schoon. Ik zie een gevecht ontstaan tussen P4 en 5, dus Scott en Kliek. Inderdaad. Scott begint Iron terug aan te vallen. En Kliek maakt hier ook een foutje en Scott die zet hem er bijna naast. Maar die raakten elkaar volgens mij, of niet? Niet dat ik gezien heb. Ja, Scott snijdt hier hartstikke goed aan, kan veel eerder op het gas, heeft dus veel meer snelheid ten opzichte van Iron. Welke kant moet hij kiezen? Even kijken, hij zit er nog niet naast, maar hij maakt er zijn bocht van. Maar ze komen hartstikke goed samen door de bocht heen. Ik ging wel een beetje ruim, dus ik hoop voor hem niet dat er een strafje bij kwam. Nee. En Badgast is ook aan de achterkant te zien. Jazeker, met zijn gele schijnwerpers. Dan loopt hij ook in een Kliek. Kliek had in ieder geval geen straf te pakken. Dus dat is goed nieuws voor deze battle natuurlijk. En die gaat nu proberen om Scott aan te raken. Oh, Kliek. Welke kant? Badgast. Badgast zit er buiten. Ja, die moest heel snel kiezen en dat is soms een beetje pittig, zeker als iemand de snelheid verliest. Maar Badgast heeft heel netjes gereageerd en het rempedaaltje ingetrapt. Want aan de buitenkant kom je daar ook heel moeilijk naar binnen. Maar de foutjes van Ironie. Ja. Die had met zijn rembalans moeten spelen, want die heeft zijn achterbanden nagenoeg niet versleten en de voorbanden zijn een heel eind weg. Ja, dat is goed opgevallen door jou. En dat geldt eigenlijk ook voor Mr. Scott. Aha. Die heeft zo mooi gelijk weggesleten en ook nog weinig moet ik zeggen. Die kan nog wel even door. En ook veel meer brandstof aan boord, hè, Badgast. Ja, short shift en nee. Ja, zeker. En in die slipstream blijven hangen en short shiften. BMXO. Ik ga eventjes vooraan kijken, want daar is het ook nog maar... BMXO, BMO. Ja, sorry. Shades en Leentje zitten op 0,3 seconden van elkaar. 4 inmiddels. En Samba die zit daar ver vandaan. Die rijdt een beetje in niemandsland. Maar deze twee heren die zijn eigenlijk al wat langere tijd volgens mij in battle. Maar nu het Leentje toch ging iets harder door de chicane heen. Hallo? Ja. Oh, hi. Hi. Hey. Wil je ook nog iets zeggen? Oh ja, nou is goed. Nee. Ik wou even checken of dat ik te horen was. Ja, zeker. Geen probleem. Oké, mooi. Samba Friesland. Die zit er goddonder je goed bij, hè. Ook al zijn die bandjes goed versleten van de Beetle. Hij blijft er wel lekker zitten. Zit op 12 seconden van Leentje. Dus heeft een... Hoe kan je zien dat die banden versleten zijn? Daar zei jij net. Oh. Oh. Oeh. Oeh. 0,5. Ja. Helaas. Ik zag het. Oh, wat ben ik scherp vandaag. Ik zag het. Oh, ik zag een paar... Ja, zeker. Die 0,5. Die 0,5. Hey, Badgast is allebei de heren voorbij, hè? Kliek en Mr. Scott, hè? God damn, daar hebben we wel gemist. 2,5 seconden los gewoon al. Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Kliek en Mr. Scott die zitten gewoon weer op dezelfde afstand zoals net. Ja, Nee, weet ik niet. Die hebben niet die pace. Maar Badgast komt van... Moeten we niet vergeten, Samba is binnen met de Beetle. Ja, ik ben eigenlijk de tijd een beetje in de gaten aan het houden. Hij liep al hard in op Samba, maar ja, die was natuurlijk bezig met de pit-ingang, dus je moet dan extra remmen. Hij zit nog maar 18 Iron seconden is ook binnen. Van P1. Ironing. Ja. Samba, binnen. Die heeft hem niet volgetankt. Wie niet? Ironie. En gaat over naar medium. Nee, ja. Heeft hem niet volgetankt en gaat naar medium. Samba gaat naar soft. Maar Ray al op medium. Oké.
De enige die gestart was op zachte band, dat was de Lamborghini van Franske. Ja, die zit dus nu op P8. Dit is de tweede keer dat Kliek nou op de mediums gaat. Maar ik zie zelfs dat die mediums heeft hij niet gewisseld. Die heeft dus gewoon op de knop geduwd, niet wisselen. Die push the button, yes. Push that button, ja, niet dus. Moet je niet indrukken. 17 seconden heeft Badgast op Shaders. Die gaan wij eventjes noteren. Noteren, opschrijven, notitie maken. 17 seconden. Enzovoort. Shades in de pits. Enzovoort, ja. Shades, 17 seconden met Badgast. Leentje gaat nog een rondje door hè? En die zat daar kort achter, hè? Een seconde ongeveer. Even kijken, wat is 17 seconden was het toen de pits inging? Wat is nu de achterstand van Shades op Badgast? Dat valt niet eens meer te bekijken, want daar ook BMXO, BMO, ik snap dat niet hoor, ik word echt moe van mezelf. En dan heb je... Oh, die pakt ook weer een pit ding. Gadverderrie. Dat kost 3 seconden, hè? Dat is ja, dat is niet grappig. Maar goed, als ze dat allemaal doen, is het niet erg. Hij is ook gelijk, maar... Dus het is wel één voor alle. Ik had het Kliek niet zien doen. Een Kliek die... dit vind ik eigenlijk wel jammer, dat hij hoogstwaarschijnlijk die fout heeft gemaakt. Ja. Want dat, hij heeft nu, laten we zeggen, Badgast heeft 16 seconden. 16. Dat is 28, dat is 10. Dan duurt de pitstop 27 seconden uit mijn hoofd. Zeg ik dat goed? 16, 28, 18, 10 eraf. Nee joh. Ja. Hij zit 33 seconden, hij zat gewoon in gevecht met Leentje en hij zit er nou 33 seconden vanaf. En nu nog veel meer omdat je zijn straf hier inburnt en daar komt de bultjes. Zo, hè? Ja, nou wordt in één keer druk daar, want de bultjes had ook volgens mij een straf. En Franske zit daar tussenin met de Lambo. Ja, die komt er net tussenin gepoot, ja. Nummer 784, heel gaaf die Lamborghini. Ja, dus het is mooi om in deze divisie allemaal verschillende wagens te zien rijden. Dat is leuk. Serge is binnen vanaf P3. Dat was net P3, inderdaad. En Badgast die nog steeds doorrijdt met nog niet heel slecht, ja, behoorlijk ver versleten bandjes. En de tank even iets kijken. Onder het kwart. Mannen lopen op zijn gemak aan de kant. Ja, die moet toch getankt worden, dus dat maakt niet uit. Ja, wandelen. Leentje die met zijn bandjes toch ver versleten. Maar die heeft nog meer brandstof aan boord dan Badgast. Ja, Iron is weer binnen voor de tweede keer. Ja, dat is jammer. Die gaat bandjes halen. Dat is de spanning, ja. Dames en heren. Als je de pitstraat in komt, krijg je natuurlijk een knop voor je. En op die knop dan moet je natuurlijk kiezen. Kun je kiezen niet banden wisselen of soft, medium, regenbanden, whatever. En als je dan te snel op die knop duwt... Dan, en je hebt eigenlijk tijd genoeg hoor, maar dan staat hij automatisch op niet wisselen. En dan heb je dit. Ik hoop dat hij zijn foutje snel... Wat zeg je? Is toch weer voor de mediums gegaan. Oké. Ja, misschien loopt die BMW beter op. Leen is binnen. Op mediums, dat weet je niet. Met de 16... Nou heeft hij meer 16 seconden. 17 seconden, zeg maar, is het verschil. Echt, die mannen lopen echt op zijn gemak, hè? Ja, maar die hoeven ook niet hard te lopen, want die moeten toch nog tanken. Jongen, je ziet gewoon dat je weg bent. Daar hebben die met die band in de hok zit. Ja. Dat je hem gewisseld hebt voor de volgende pit... Ja, gewoon mee naar de koffie.
Even kijken, wat is er? Het was 17 seconden. Het was 17 seconden. Dat zei ik dus. En nu is het 13. Dus dat wil zeggen... Ja, zeg eens hoeveel... Dat rond een halve minuut duurt de pitstop. Dat zei ik toch? Ja, dat zei ik ook. Nee, dat dacht ik al. Als de mensen denken, hey, de baan is niet zo donker als bij de GT4, dat klopt, ik heb de belichting een beetje aangepast. Doordat we toch nog iets, een pitchy blijven zien, in plaats van in een donker gat zitten kijken. Het helpt niet heel veel, maar het is toch iets. Racetrack Funky weer aan de buitenkant van de baan en de Lambo raakt daar de vangrail. Oh jee. Waar is hij? Waar is hij? Ja, nee, hij tikte hem aan en hij krijgt daardoor een strafje. Wel een halve seconde straf, ja. Franske die heeft toch... Vier aan de leiding, hè? Met een raadslege denk ik, oeh, die gaat nou ook kwijt. Wie? Badgast. Kost hem dat ook een halve seconde? Ja, nee. Nee. Ik dacht, wat? Dan ging hij net op het randje. Dus al zou Badgas nou dadelijk naar binnen gaan. Oh, dat doet hij. Pitlijn. Nee, goed. Goed gedaan. Heel goed. Dan Adelintje komt... had geen pitstraf, hè? Nee. Charles gaat er nog voorbij. Vreestrek, Frankie, Franske. Ik denk dat die allemaal voorbij gaan aan Badgas. En Shade zeker in ieder geval. Ik denk dat hij in P6, 5-6 terugkomt. Maar wat ik kan vertellen is dat Shades eigenlijk benadeeld is door zijn pitstraf, die 3 seconden. Want hij zit nou 2 seconden en anders had je er 1 seconde voor gezeten. Nou, iets meer, want die 3 seconden levert kost je gewoon veel meer. Ja, dat is wel zo, maar voor het rekenen, hè? Ja. Ik weet niet hoeveel dat precies kost, dus het had in ieder geval 1 seconde gekost. Maar hij rijdt op paarse sectoren, dus die gaat natuurlijk ook, die heeft die zachte band eronder zitten, dus die... Ja. Die is ook al lekker aan het pezen. Die heeft misschien al wel wat tijd goed gemaakt. Die is al van Leentje die wat een langzamere ronde op versleten mediums heeft gereden. Franske, op zijn eerste race rijdt hij op de podiumplek. Voor nu eventjes. Dus ik zou het mooi vinden als de nieuwkomer hier dit vast kan houden. Hij heeft nu wel nieuwe banden, dus kan gewoon zijn peesje blijven rijden. Maar ik zie dat Samba ook wel een beetje het gas erop uit zitten. En heel langzaam er naartoe loopt. Maar dat is echt minimaal. Wow, ik denk dat hij weer een halve seconde gaat krijgen. Die ging daar over de witte lijn, zag ik. Ja, daar is hij al. Bij wie? Samba. Ah, je had het over Samba dat hij aan het inlopen was, maar als je hem straf gaat pakken, dan loop je niet hard in. Die had wel zijn persoonlijk snelste ronde in de 15e ronde gereden, dus dat doen ze allemaal natuurlijk, omdat ze naar die zachte band zijn gegaan. Behalve Franske, want die zit op de mediums, want die gaat in de eerste stint juist op de soft. Ja, die zagen we naar voren komen binnen een paar rondes. Badgas dus nu op de 5e positie. Serge zit daar 11 seconden achter met in zijn nek Scott. Met de Subaru WRX. Ja, nogmaals. Ook achter wie? Ja, zeg het eens. Ik wou eigenlijk zeggen, beide bochten opkomen en eindrechte stuk zijn allebei best moeilijke bochten die op een gegeven moment pas naar een enkele aantal rondes racen echt in de gaten heb. In ieder geval ik, dus ik ben hardleerd, maar ik weet niet hoe het bij die andere jongens zit. Maar volgens mij hebben ze die wel redelijk de pace te pakken. Maar het zijn gewoon moeilijke bochten met veel risico's. Ja, ook gaan we hier weer de chicane in. De opgloeiende remschijven van Scott. Ja, lekker in gevecht met BMOX. We zien platinum of titanium remschijven.
Want de hitte in die schijven is wel zo enorm als die oplichten in donker. Dus daar kunnen we gewoon een eitje bakken dan. Zijn dat de enige twee jongens die bij elkaar zitten? Nee hoor. Ik was net door het veld in een skippen. Ja, ik ook. Ik zit bij Racetrack Funky en Irony. Ik zit nu momenteel bij 1 en 2, maar er zit 1,8 seconden tussen, dus dat is nog niet zo heel spannend. Irony kijkt bij Racetrack Funky voor P9. Pakt andere lijnen. Is zich aan het opmaken om Racetrack Funky voorbij te gaan, maar zoekt daar het goede punt. Wel, kijkt, laat zich goed zien. Hier was dus niet het goede punt. En pakt wel echt betere lijnen. Snijdt beter de binnenbocht aan van de eerste bocht. Laatste bocht. Laatste bocht, excuus. Doet dat hier ook. Doet dat hier weer. En ja, doordat Race Funky daar snelheid verliest. Ik denk dat Funky een beetje hetzelfde probleem had als ik had. En dat is die bocht goed onder controle krijgen. Race Funky pakt echt andere lijnen. Die Corvette die loopt knoeihard. Dus je hebt hier gewoon een voordeel. Dat je gewoon, ondanks je slipstream, blijf je hem gewoon voor. Hè? Ja, maar kijk eens hoe Ironiek dichterbij komt aan Racetrack Funky. Zit nu toch wel achter op het kontje. En als hij nou naar binnen kan snijden, dan moet hij wat meer bijremmen. En kan dan eerder het gas op. Nee, het blijft gewoon hetzelfde. Hier weer een bocht naar links. Even kijken of dat hij hem kan pakken. Ja, dat gaat goed. Klik snijdt toch ook beter, de gebruikte bocht beter, laat het zo zeggen. Ja, maar nu gaat hij te wijd naar buiten en kan Racetrack Funky zijn auto goed zetten om weg te rijden? Nou, juist niet, denk ik. Nee. Hij rijdt er naartoe, hij pakt een betere lijn. Nee, hij kan hem hier niet aan. Hier moet hij naar binnen, terug in het eerste versnelling soms. Het is moeilijk om op deze baan in te halen, dat weet ik wel. En nu zit je wel heel kort bij. Hij zit er kort bij, maar niet naast, want dit is weer de bocht voor Samba binnen, zie ik. Oh jee, we zitten nu al een rondje bij Ironiek aan boord. Pakt weer een betere lijn, maar kan de Corvette niet aan, want die trekt als een tierenlier weg bij elke bocht. En dan is de BMW Z4 van Ironiek. Oh, Samba gaan ze allebei in de fout. Oh jee, en dan komt Samba uit de pitstraat. Even kijken hoe dat... Ik denk iemand heeft hier straf opgelopen. Ja, dat is Ironiek. Bij een foutje van Racetrack Funky schrok Ironiek van de dalende snelheid van Racetrack Funky. En hij kon geen kant op als naar buiten. En dan wordt hij eigenlijk een beetje slachtoffer. Slachtoffer. Ja. Kijk, want nou rijdt hij gewoon weer vol op de bumper. Hij raakt hem zelfs. Laten zien dat hij er is. Het gaat allemaal nog goed. Samba zit ervoor. Met harde banden. Met harde banden? Met harde banden. Oh. Nou ja, ik hoop het. Kijk, de remzone komt hier dadelijk. Dus ik zal Ironiek eventjes moeten... inhaleren. Even liften. Oh, het valt mee. Hij krijgt een 1 seconde van de twee auto's. Maar die zijn daar nog op harde band. Ja. Oh, jongen, daar pak je hem weer. Nee, hij blijft goed. Drie auto's bij elkaar. Hoe zit het voor? 4,5. Ik rammel even door het veld heen. Hier zit het allemaal rustig bij elkaar. Hier zit overal wel wat tussen. Maar hier moeten we toch echt zijn. Racetrack Funky, Samba en Ironiek. Ja, Samba op de harde band. Ik snap niet waarom dat hij die gok gemaakt heeft. Misschien vanwege de bandjes hier lagen. Hij moet nog 14 rondes.
Ja, dan zou je gewoon op medium kunnen doen of soft, maar niet met de Beetle, dat gaat niet. Nee, blijkbaar is het toch wel een bandenvreter. Ja. Ik had niet gezien dat die banden al zo ver weg waren dat je al naar binnen moest. Ja, als dit een verschil kan uitmaken dat je een derde of een tweede pitstop moet pakken, ja, dan zou ik ook misschien wel voor hard kiezen. Want het is tenslotte een half minuut dat je verliet. 14 rondjes rijden en niet goed. Een mooie battle. Ja, nee, dat klopt, ja. Een mooie battle hier. Of dat het om P1, 2 en 3 gaat. Maar het is toch wel ontzettend spannend hier aan de onderkant. Ik blijf hier wel eventjes gewoon hangen. Zolang er niks gebeurt eigenlijk. Nee, er hoeft eigenlijk niet heel veel verder te schakelen. Leentje momenteel 4 op kop met bijna 7 seconden inmiddels op Shades. Dus heeft de pace gevonden. Franske die 20 seconden vanaf de nummer 1 rijdt. En Badkast 23, die loopt niet heel hard meer in naar de top. Oh, daar gaat Ironiek heel wijd. En de Beetle ging weg. En daar bedoelde ik mee, de Beetle die had overstuur. Dus de achterkant schoof weg. En Ironiek kon er voorbij. Pakt weer een hele mooie lijn aan de binnenkant en kan weer richting Racetrack Funky aangaan. Moet je eventjes 1,6 seconden dichtrijden. Ja, maar Samba blijft goed hangen met de harde bandjes. Hé, hey, maar Franske die zit dan gewoon nog steeds. Moet Franske nog naar binnen? Want ik vind het wel heel gaaf als eerste race bij Dutch. Ja, dat denk ik wel. Er moeten nog 13 rondes rijden. Ja, die gaan zeker nog naar binnen. Leentje gaat zeker nog naar binnen. Shades gaat nog naar binnen. Fransje gaat nog naar binnen. Bartkast. BMOX moet nog naar binnen. Mr. Scott, die zou... Ja, dat denk ik niet. 13 rondes op een halve tank, dat ga je ook niet halen. Nee. Het zou ik denk wel heel... dat het hele veld nog naar binnen moet. Oké. Okay. Deze Frankie, daar hangt erom met 3/4 tank. Dat zal erom kunnen hangen. Shades is nu binnen. Shades. Staat in de pits. Met de Jaguar. Dus dat is de eerste die de kop af snijdt. Of hoe noem je dat? De eerste die de voorbeeld geeft. Mannen, jongens, zetten de banden rustig binnen. En dan is hij weg. Hij Ik denk dat Samba misschien wel de enige is die niet meer hoeft te stoppen. Nou, dat zou toch mooi zijn? Nou ja, hij rijdt op 1 minuut 8 achterstand op Leentje. Ja, maar dan is hij sowieso winnaar van de mannen die voor hem rijden. Serge pakt daar P4 af van Badgast. Terwijl dat hij toch 22 seconden voorsprong hebben. Ja, dat is lekker rijden hoor. Nee jongen, want Shades is daar tussenuit. Badgast die zit nou gewoon op P3 op binnen een seconde van Frans. Ja, dat weet ik, maar die zat net nog op 4. Toen ja, Shades maar Shades tussen zat. Is de pits in geweest. Ja, dat snap ik. Dus dan is BMOX naar P4 automatisch en Badgast naar P3. En Franske zelfs naar P2. Ja. Maar goed, eens even kijken hoe de mannen de pitbox gaan pitstop gaan plannen. Badgast nog niet, die gaat eerst een aanval plannen denk ik op Franske. Die wil met zijn Mercedes de Lamborghini gaan verschalken denk ik op 0,3 seconden opkomen naar de knipperde zelf, dacht ik. Nou, daar weet ik niet. Een tender misschien ook een beetje. Oh, de Lambo gaat naar binnen. De Lambo is behoorlijk ver versleten. En dit is dan weer een voordeel van Badgast. Die ploegt nu even door met zijn zachte bandjes. Hè? Die gaat nog even door, ja. Inderdaad. Hopen dat hij geen straf heeft gepakt. Nee, volgens mij niet. Hij kleurde keurig binnen de lijntjes, volgens mij. Want als je nu die 3 seconden pakt dan, en ze komen dadelijk, dan kan je dat zomaar een podiumplaats kosten. Franske gaat terug naar P5. 6. Nee, 6 niet. Ja, 6.
Waarom gloot je mij nou, niet in één keer? Nou. Waar is die? Nee, zes. Oh ja, daar komt die. Zes. Geen straf. Vlak. Zeven zitten zelfs kort achterop. Iets meer snelheid natuurlijk. Dat is Scott met de Subaru. En die loopt hard in, maar niet hard genoeg om te pakken. En Franske die met de mediumband de laatste 11 rondes gaat aanvallen. Dat is safe. Misschien maar dat niet... het al moet met de Lambo. Ja. Voor hem rijdt de bultjes op P5 toch wel met behoorlijk versleten zachte bandjes. Dus die positie gaat hij wel pakken. Daarvoor rijdt Shades met nieuwe mediums. Dus gaat die, die kan hier breed P misschien pakken. Er zit een seconde of 6, 7 tussen die twee heren. Ironiek hitball. Bad luck. Ja, bad luck. Dat is het voordeel van Shades, want die pakt dan meteen een paar tienden erop. En die kruipt nou binnen een halve seconde zelfs. Een stuk waar je... Oh, die raken elkaar. Wie? Ja, BMOX en Shades. En die gaan allebei van de baan af. En ik... Shades zet zijn wagen stil om te wachten op BMOX. Gas. Ja, dat gaat niet. Je komt er bijna niet van de plek af. En Shades staat super sportief te wachten, moet ik zeggen. Jammer. Deze een twee heren. Ontzettend sportief gebaar van Charles. Het kost hem ontzettend veel. Maar wat hebben we hier nou toch in één keer voor voorgeschoteld gekregen? Een P6, 7, 8, 9 en 10. Zo dicht bij elkaar. En Charles gaat meteen terug op de richting de... Raakt hij hem nou weer? Kliek staat in de pits. Die zal denk ik met de soft gaan met die rondjes. Denk ik die BMW er wel kan. Charles is gewoon sneller. Maar dit gaat om een positie. Niks blauwe vlaggen, niks team orders of iets dergelijks. En aan de buitenkant komt Charles tegen de vangrail, gaat hem inhalen. Ik heb nog niet zo'n inhaalactie hier gezien. Richting de chicane. Klasse. Aan de buitenkant. Zo de knetter. Voor de chicane nog, hè? Voor dus de chicane aan de buitenkant. Geweldig. Ik zou snel even verschil hebben gehad in bocht 1, anders kan dat niet. Holy kebab. Die schiet daar weer van de baan af. Dat zou misschien ook wel het probleem kunnen zijn geweest in de eerste bocht. Dat was wel een hele mooie inhalactie. De bandjes van BMOX zijn rad versleten. Hè? Ja, rad versleten, behoorlijk versleten. En die van Shades zijn nieuw, hè? Dus ja. Dat scheelt zeker. Ik zie weer Mr. Scott die ook behoorlijk versleten mediums eronder heeft liggen. Ik even kijken. Leentje Charles zit in de pits. Even die is er al uit aan het komen zelfs. Ja, die zit er op P2. Badgast op 1. Badgast is er bij. Minuut voorsprong, hé. Not de kanon. Maar weet je wat het mooie is? Het is 1 minuut en dan zit... het hele achterste veld zit zeg maar de bultjes erbinnen. Franske terug naar P3. En gaat hij dit vasthouden? Scott, die wil ook heel graag P3 volgens mij. Ja, maar die zit... Die moet naar binnen, hè, Scott. Ja. Franske niet. De enige vraag is die pace van Shades... Ja? Goed genoeg om 12 seconden naar Franske dicht te rijden. Nou, ik kan je vertellen, ik heb net eventjes vlug gekeken, maar ik zie daar wel in een tijdbestek van een seconde of 20, dat er 20, 30, dat er een seconde afgereden wordt van die tijd door Charles op Scott. Mr. Scott die gaat daar heel ruim door de chicane heen. Met een beetje geluk heeft hij geen straf, maar dat zal niet veel schelen. Ik zal echt wel merken dat de linkse voorband helemaal aflaat is. Hij heeft geen straf. Maar dat kost hem wel de aansluiting met Franske. En Leentje zit op 11 seconden van Badgast. Met nieuwe zachte banden. Dus eigenlijk Badgast, die moet gewoon meteen... Die is al binnen. Die is binnen. En precies Leentje op 11 seconden. Met 1% in de tank, hè? Ja, dat is minimaal. Doet hij niet in één stopper? Nee, joh, twee stops. Nee, twee.
Maar ik denk dat Franske toch wel echt op het podium gaat eindigen als hij zo doorgaat. En een P2, weet ik niet. 38 seconden. Dat trek je niet. Nee, want hij rijdt er nou al uit, hè? Badgas rijdt eruit. En hij rijdt nu over het rechte stuk. Badgas komt er nu uit. 19 seconden zie ik. 9 seconden. 5 seconden. 5 seconden. Badgas heeft nieuwe zachte banden. Franske heeft mediums, hè? Ja, daarom. Dat, hij moet gewoon zorgen dat Scott... Maar ja, die moet toch naar binnen. Ik denk Scott, dat Franske... Die rijdt je ook gewoon weg, hè? Want die zit nu al op 5,5 seconden. Dus het enige probleem wat achter hem zit, hij heet Shades. En die zit nu op 11 seconden. Holy Die heeft gewoon 4 seconden afgereden. Ja, die heeft er ook een knoeper van de pees op staan. Dan moet Franske nog gaan uitkijken, denk ik. Want we hebben 8 rondes nog te gaan. Dan moet Franske gas bijgeven. En het, ja, ik moet zeggen, Schaders die liet daar precies zien hoe het hoort. Hij heeft blijkbaar een foutje gemaakt, gaat gewoon stilstaan. Wacht net zo lang totdat Serge gewoon de baan op gaat. En ja, dat zijn harde dingen, maar zo hoort het. Als je een foutje maakt, kan gebeuren. En het mooie gebaar van Schaders zag je dat hij... Dat hij die plaats gewoon aan BMO X, BMO Serge wou geven. Ondanks dat je gewoon na 2 rondes gewoon meteen bam voorbij rijdt. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, sneller, dat hij sneller was, ja, dat wist Serge ook wel. Dus ik vind het dikke duim voor Schaders die liet zien hoe het hoort. En daar mogen mensen een voorbeeld aan nemen. Scott komt hier binnen. Voor zijn banden zal Soft kiezen hoogstwaarschijnlijk. Ja, dat kan niet anders. Dat kan niet anders voor de laatste paar rondjes. En zou misschien nog het leven van Samba iets minder prettig kunnen maken. Maar goed, racen bij DRE is sowieso prettig. Je moet dit ook serieus rijden, want Samba die zit alweer in de eerste bocht. Ja, inderdaad. En Ruud die rijdt nu weg. De bultjes is er zelf voorbij. Frankie is er zelf voorbij. Oh, Serge is weer zijn auto kwijt. Zijn die banden op of zo? Die is voor mij net gestopt geweest. Dus, ja, nou Ai, zo gaat ze oh. op, ja. Oh, die denkt, zijn die banden op? Nee, die banden zijn nieuw. Jij nou niet meer naar die burn-out, maar... Nee, oké. Okay. Oh, koude bandjes. Ja, dat is wat ik dus straks uitlegde. Die baan die wordt er niet warmer op, maar koud, zeg maar. Hoe donkerder het wordt, hoe kouder het wordt. En dan verrast die auto je in één keer. En dat maakte Serge net mee op de 10e plaats. Dus heeft er niet veel mee verloren, maar wel geen plaatsen mee verloren, maar wel tijd. Dennis, we gaan eventjes ons opmaken voor de laatste fase van de wedstrijd. 20 seconden ja, is het leentje. Badgas. Ja, die zit vrij 27 seconden. Hè. Daar hoef je eigenlijk niet heel druk om te maken. Ik zie zelfs een paarse sector bij Badgas. Ja. Die in 6 rondes tijd geen 20 seconden meer dichtrijden. Franske, die zit die safe. Het is nu iets minder dan 11 seconden. Dus blijf rijden. Ja, dat zou mij wel heel erg verbazen als Shades dat voor elkaar kan boksen. En ik hoop het voor Shades, maar ik hoop natuurlijk ook voor Franske dat hij hier bij zijn debuut bij Dutch Race Events in Divisie 2, dus de middenmoot van DRE, daar eventjes het podium pakt. Ja, hetgeen we wel in de gaten moeten houden is het de tijd tussen de bultjes en Samba. Die lopen al heel erg hard terug. En dat is natuurlijk verschil dat die Beetle op de harde band staat en de bultjes op nagenoeg nieuwe achterband. Je hebt net een gat van ruim 10 seconden en die zit nu al op 6,6.
Ja, en nog... Gevolgd door Ray Frankie, maar daar zit nog 8 seconden tussen. En de Mr. Scott die gaat een aanvalwaak plaatsen op Ray Frankie. We zitten in de cockpit bij Scott. Daar zit een verschil in en een behoorlijk slijtageslag. Kijk, Scott is meebewegen in de auto. Ja, die kijkt naar de binnenkant natuurlijk. En hele goede lijn van Scott. Nee, hij krijgt hem. Hij krijgt hem. Ja, hij krijgt hem gewoon. Ik weet dat je hem niet houdt. Ja, kijk, dat vind ik dan echt de mooie dingen van Dutch Race Events. Alleen moet Scott hier wel zorgen dat je aan de goede kant blijft zitten. Oh ja, die heeft hij wel. Maar kijk, dat is wetend van de racetrack Frankie. En dan zeg ik dan... dan ben je uit het goede hout gesneden. Als je dan degene die achteraan komt, je weet... Ik kan hem toch niet houden. Dan netjes aan de kant gaat. En dan leid je er zelf ook het minste van. Want wat had er natuurlijk kunnen gebeuren... Als de bultjes... een gevecht aangaat met Frankie. Of de bultjes. Ja, als ze... Mr. Scott. Bedoel je? Nee. Ja. Ik bedoel, racetrack Frank... Ja, en nu is het Kliek die ernaast gaat bij Frankie. Ja, dat is dan... Kijk. Met betere banden die hem inpakt. En dan ga ik eventjes terug naar de bultjes en Samba. Want er zit alweer 4 seconden. Ik had dat niet verwacht. Want waarom komen ze zo snel racetrack Frankie voorbij? Eigenlijk wat ik bedoelde te zeggen was... Zeg maar de gentleman agreement die er is... Die Frankie net liet zien. Van hij is sneller, kom er maar voorbij. Dan leid je er het minste van. En had hij misschien ironiek iets langer eraan vanaf kunnen houden. Maar ik zie dat ironiek gewoon echt wegblaast bij racetrack Frankie. Ja, die zijn allebei veel sneller. Die Corvette is gewoon helemaal door zijn banden ingezakt. Ah, oké. De Corvette heeft nog maar een kwart tank. Dus ik denk dat hij volle bak aan het sparen is om de finish te halen zonder stop. Je kan eigenlijk normaal gesproken geen 5 rondes op een kwart tank rijden. Want dan zou zijn dat je 20 rondes op een volle tank kunt rijden. Daar geloof ik niet met een Corvette. Nee. Is volle bak aan het sparen en daarom is je heel de pace kwijt. Maar ik moet terug naar de bultjes, want die zit inmiddels op 3,3 seconden. Van Samba. Ja, de bultjes heeft de pacer, onze Hendrik. Onze icoon bij, of noem je dat, icoon bij DRE. Geweldige man. Uit, volgens mij, Overijssel, ergens die kant op. Helaas, ik durf het niet zo met zekerheid te zeggen waar. Maar het is gewoon een, hoe zeg je dat? Een schat van een man. Ik vind het echt... Een van de oude rotten van DRE, hè? Ja. Hij is ook, mag je dat zeggen? Ik denk dat hij wel boos wordt als ik zeg op leeftijd. Maar, Hij is ouder als de meeste hier. Ik denk dat hij tussen de... Ik wil hem niet boos maken. Tussen de 30 en de 70 in zit zo. Dus, denken de meeste die hier ook wel zitten, niet? Ja, dat denk ik trouwens ook al. Nou, ik weet wel zeker dat hij de 50 gepasseerd is. Dat weet ik zeker. Maar daarom, ik vind het geweldig. En wat hij hier laat zien is natuurlijk ook mooi. De bult is op 0,5 seconden. En 1 minuut achterstand op Leentje. Die hier de wedstrijd naar zich toe lijkt te trekken. Voor de zoveelste keer. Die echt een goede pace heeft hier in divisie 2. Vergeet niet dat de bultjes in de eerste ronde achterstevoren stonden. Dat vergeet ik niet. Want die zat gewoon op 17 seconden achterstand. En is nu aan het eind van de wedstrijd aan het vechten voor P5. Dus even kijken wat daar... niet aan het vechten, want ik denk dat het al gebeurd is. Ja, het is al gebeurd. Hij is er al voorbij. Is klaar. Kat in het bakkie, hond in het zakkie. En ik weet echt niet wat ik zeg, maar dat maakt niet uit. Hij blaast gewoon weg. Hij is gewoon met de BMW M6, oude Gran Turismo sportauto... Dat was dé auto van Gran Turismo Sport en ik vind het eigenlijk nou nog steeds een flinke bak. Als je ze in het echt ziet, de M6 ook, dan denk je, goeiedag, wat een slagschip.
maar het had maar twee deuren. Ja, dat is zeker. Ik moet zeggen, Badkas die loopt heel langzaam toch wel een beetje in. Die zit nu aan de 20 seconden. De snelste ronde inmiddels op zijn naam gezet. Ook 1, die 3. Heeft lang achter voren gestaan, hè? Ja, zeker. Die is... Als dat niet was gebeurd, dan denk ik dat Lintje een probleem had gehad. Als dat niet was gebeurd, ja. Oh, hier gaat Badkas weer wijd. Is dat een 0,5 seconden? Op het randje. Op het randje, ja. Nee, hij krijgt hem niet, dus prima. Track limits is zo belangrijk. Het zal toch niet zijn dat Mr. Scott nog in die 3 rondes tijd nog ook Samba gaat pakken? 5,9 seconden. Ja. Die gaan wel heel hard, hè? BMX zo, moeten we ook eventjes in de gaten houden, want komt ook richting Racetrack Funky. En zal de Corvette van Racetrack Funky dan zo gehaverd zijn dat hij niks meer in te brengen heeft tegen het geweld van de Visie 2? We krijgen een nieuw probleem van de Beetle. En dat wil zeggen dat zijn tank aan het knipperen is. Ach, god toch. Dus er zal nog een laatste pitstop, denk ik, gaan gebeuren als Racetrack Funky. En dan ziet het nou uit dat die genoeg spaart dat die het haalt. Ja, dus ik had te zien, maar de hele snelheid is gewoon weg. Want inmiddels is BMOX, die komt er gewoon makkelijk op de voorbij gereden dadelijk. Die rijdt er gewoon op zijn slof naartoe. Krijgt ook al de ruimte volgens mij om... Ja, maar heeft niet genoeg snelheid. Net niet. Kijk, er hoeft ook geen strikken mee en een kusje erop. Maar je moet wel de snelheid pakken. Dat en dat doet Sens nu ook. Nee, toch. Ja, daar komt de kracht weer van die Chevrolet Corvette. Maar wat, kijk hier. Ja, over gentleman agreement gesproken. Hij gaat helemaal aan de binnenkant. Is wel de verdedigende lijn. Maar kijk eens hoe deze mannen elkaar de ruimte geven. En... alles in goede banen leiden. Mr. Scott is al aan de start gekomen inmiddels op... ja, die rijdt er gewoon snoeihard naartoe. 1,2 seconden. Ik heb hier de Samba momenteel ook de verbruiker helemaal naar beneden heeft getroefd. Ja. Maar die moet echt naar binnen. Hoor. Dus die andere Samba rijdt hier met 80 km per uur. Als je het nog haalt. Ik denk dat je op 0% binnenkomt. Oh, Scott. Oh, daar is Samba bijna zijn auto kwijt, jongen. Die... Nu ultra hard in die bocht heen te gaan. Gaat hem niet worden hier. Hij geeft hem niet weg. Hij geeft hem niet weg, maar Scott probeert het. Nee, die doet het. Zit aan de binnenkant en heeft een goede lijn. Wauw, mooie inhaalactie. Ik zeg 100 punten. Heel mooi. Nee, één positie. Eén positie. En wat gaat Samba doen? Ja, die kan niet anders naar binnen moeten, joh. Die, Helaas, Racetrack Funky hier rijdend zakt steeds verder af. Ook dat brandstofprobleem. Kijk, 0% over. Is, dan hoop ik dat hij nog mag tanken. Mag tanken? Ja, het kan nooit zijn dat ze je dan in één keer over de pitstraat gooien. Ik heb het ooit meegemaakt, als hij echt helemaal leeg is. Nou, hij heeft in ieder geval getankt. Andere banden eronder. Ik hoop voor hem nou de zachte banden. Ja, van één rondje. Komt terug. 2 seconden rijdt Badkas af van Leentje, maar... Ja, hey, hier rijdt Ray Franky en die gaat nu... die pakt in positie, maar die is hij ook kwijt. Zie ik daarachter nou gele koplampen van Leentje? Ja, zeker. Ja, ja, inderdaad. De nummer 10 en de nummer 1. Gaat die Samba nog op, in één beeld? Samba niet meer. Die gaat met zijn zachte band en de knipperen de tank nog wel twee. Oh, voor de chicane. Moe. Ging je het nog proberen? Dat lukt niet. Nee. Hij kiest eieren voor zijn gas. Ik denk dat Leentje lekker hierachter blijft hangen. Ja, en denkt van laat ze maar eens gaan, want hier gaat gevecht over positie blauwe vlag. Maar dat heeft nu eventjes. En Samba kruist netjes Racetrack Funky.
10 seconden. We gaan dadelijk... Ik zie een gele vlag, maar ik weet niet waar. Ik zie een gele vlag. Wie? Oh, wie staat? Oh, Scott! En er komt Ironiek! Ironiek aan de binnenkant bij Ruud. Potverdikke me, die had toch de goede pace erop zitten. Heeft zo zijn best gedaan om die terug te pakken, die plaatsen. En geeft hem nou weg. Dat is zuur. Daar komt zelfs Serge. Ik weet niet of dat er veel schade is bij Ruud. Of dat hij... Ja, voor nog wel. Wielen? Maar Serge heeft de banden nog verder afgesleten. Dus hij zal toch echt moeten trappen om dat te kunnen halen. Ik denk dat Scott die voorsprong wel houdt. Hij heeft 3 seconden te pakken. Dus, ja. Het is niet de eerste dag. De laatste ronde voor Leentje. Ja. Hij begint al te knipperen. Laatste ronde, maar we moeten wel even doorrijden, want het is nog geen rondje. Oh, hij is gefinished! Dat was de laatste ronde. Leentje is gefinished, jazeker. Die was al met de laatste ronde bezig. En wat, gast, die inmiddels teruggekomen is naar 15 seconden. 15 seconden, inderdaad. Gefeliciteerd, Badgast. Maar ik vind dit toch wel ontzettend gaaf. Franske debuut bij Dutch Race Events. Met de Lamborghini, wat ook een opmerkelijke keuze is. En die ik heel graag in de stream zie. Pakt hier zijn eerste podium, eerste race. Zeker. Geweldige overwinning voor Franske. Laat even zien wat dat hij waard is bij DRE. En ik hoop nog heel veel terug te zien van hem. Want hij heeft een hele nette mooie race gereden. En is P4 momenteel. Ook een hele mooie race gereden. Die heeft een ontzettend moeilijke race gehad. Maar mooie dingen laten zien. En een dikke duim voor Shadus. Die het toch maar even voor elkaar bokst met al de problemen die hij had om terug te komen naar een P4. De Bultjes, ja, die stond achterstevoren. Ja, die stond achterstevoren bij de eerste ronde of tweede ronde en pakt gewoon P5. Ironiek, hele nette zesde plaats hier met de BMW Z4. Met een driestopper. Mooie finish. Met een? Een driestopper. Oh, daar driestopper. Gaat Serge nog! We hebben Scott die komt hier binnen. Maar Serge die maakt daar een flinke schuiver. En rijdt zijn auto nog eventjes in puin. Op het opkomen rechte stuk. Achterbanden, voorbanden compleet naar de gort. Van Serge? Ja, helemaal weg. Hier rijdt iemand zonder brandstof. En dat is Samba. Samba. En hij heeft die gelukte Reus Frankie op een ronde gezet. Dus ja. Want anders dan had hij die P9 niet gehaald. Inderdaad. Dat tenzij Reus Frankie het ook niet had gehaald. Ja. Dat heeft... was ook nog een risico. Even kijken. Misschien dat hij wel heel erg blij was. Kun je de raceuitslag zien, Dennis? Ik kan de raceuitslag niet zien. Nog niet. Hoe? Hoe dan? Hoe kan je dat zien? Dat weet ik niet. Kan ik niet zien. Dan ben ik toch wel benieuwd. Of dat die dan ook echt eindigt als negende. Want het is wel heel apart als je dan... dan zou race uit Frankie naar P9 gaan... En hij naar P10, want die haalt dan niet. Ja, dus, dan loopt hij nou nog hier het rechte stuk op te douwen. Ja, maar een ronde achterstand is wel een ronde achterstand natuurlijk op dat moment. Oh ja, en dat had nummer 9 niet. Nee. Ah, dat is het. Ja. De raceuitslag zie ik niet. Nee. Ik weet ook niet precies waar. Maar... Hey, ik vond het een hele gave race. Ja, ik ook. Het was echt lekker spannend. Heel spannend, mooie dingen. En het debuut van Franske, de overwinning van Leentje en de comeback van Badgast was toch wel een hele mooie verrassing hier in de race. En de Bultjes die voor mooie dingen heeft gezorgd, de P5. Ironiek vind ik heel net de zesde plaats. Ja, eigenlijk allemaal hartstikke goed gereden. Ja. En we hebben mooie dingen gezien, ook in de sportiviteit, die we vanavond hebben kunnen laten zien in beeld. En ik zeg al, kijk ernaar, want het is zo hoort het. Dus daar kunnen we een voorbeeldje aan nemen. Absoluut. Echt super gaaf. Ja, ik weet niet of
wilde nog... Ja. Dit dan gewoon gaan afsluiten, denk ik. Ja, ja. Ik vond het geweldig. Dus, stoppen op het hoogtepunt, hè? Ja, zeker. We gaan de volgende keer, ik heb geen idee waar, maar dan zien we elkaar zeker terug. En volgens mij vrijdag met de NASCAR. Is ja, dat is vrijdag ook alweer inderdaad, ja. Dus, De laatste race van de NASCAR. Race 4 op Blue Moon Infield A. Dus dan gaan we eventjes iets anders doen dan rondjes rijden. Dus daar komt een knikje erin volgens mij. Dus dat wordt wel weer lachen. De andere NASCAR was een beetje... Ja, dat was ook wel gaaf. Maar daar zat het heel kort bij elkaar, hè. En nu gaan we bochtjes maken bij die auto. Dus het belooft een spektakel te worden. Dus aanstaande vrijdag rond de klok van 8:30 zijn we terug met Dutch Race Events. Stream, commentator, hoe je het wilt noemen, ouwe hoeren. En dan zijn wij er ook weer, hè? Jazeker, wij zijn er ook weer. Oké, nou, iedereen fijne avond. Bedankt, Dennis. Ja, jij ook weer bedankt. Het was weer gezellig. Zekers. Even kijken. Pratje met ons matje. Ja, pratje met je matje. Dag, lieve mensen. Dag, lieve mensen.